In deze video zullen we gaan kijken naar het acromion en naar het tubercule majus. En we gaan kijken wat er gebeurt bij een dynamische abductiebeweging. Ik moet hiervoor eerst de twee botstructuren gaan visualiseren. Dus ik zet de probe er in deze richting op, dus eigenlijk in de lengte op de supraspinatus. En dan herkennen we eigenlijk meteen hier links in beeld een mooi bot. Dat is namelijk het bot van het acromion. Hoe herken ik dat het bot is? Het is eigenlijk hier donker onder, het is zwart. En dat is kenmerkend voor bot, want je geluid kan hier niet doorheen. Dus dit is het acromion, ook direct onder de huid. En ga ik dan wat meer nu naar lateraal afschuiven met mijn probe, dan zie ik hier nog een uitstekend botpunt. Dat is hier het tuberculum majus. Dus dit is het tuberculum majus, dat is je acromion. En dit hier is dan de supraspinatus pes. Die hier gaat aanhechten aan het tuberculum majus. Nu gaan we dat even visualiseren in een dynamische beweging. Ik ga hiervoor een beetje in het scapulaire vlak gaan we een abductiebeweging maken. Dat doen we even langzaam. Dan kan ik hem goed fixeren, zo. En daar is het tuberculum majus onder het acromion verdwenen. Dan gaan we even terug. Dan doen we dat nog een keer. Zo, en hij ligt eronder. En weer terug. Nou, nu kun je jezelf afvragen wat er natuurlijk voor zorgt dat dit zo mooi hier onderdoor glijdt. Er is een structuur voor die daarvoor zorgt. Tevens ja, heb je soms een patiënt die denkt dat er iets inklemt in de schouder. Een zogenaamde impingement. Dat is heel lang eigenlijk het paradigma geweest dat impingement de veroorzaker was van de pijnklachten, dus dat eigenlijk tuberculum majus misschien vastliep tegen het acromion, of dat de pees vastliep of de bursa. Maar echter, wanneer je met echo bij mensen met subacromiaal pijnsyndroom deze scan maakt en je gaat deze beweging maken, dan zie je eigenlijk bij al die mensen dat het er gewoon onderdoor gaat. En maar heel sporadisch zie je ook daadwerkelijk dat er iets inklemt, heel soms een grote calcificatie, maar eigenlijk zie je het altijd een mooi onderdoor bewegen.